De Mol Recap. Aflevering 3. De laatste week van Connie. Ik zeg het niet graag. Het begon nogthans mooi, want het was... Goed weer vandaag. In een mooie manege kwam een renpaard op draven. En er waren leuke activiteiten, zoals... Kakgraven. Zij zaten te stitten. En zij hadden het over hun favoriete zondagavondseries. Witsen. En... Slee. Met sprekend gemak gaf zij hier een serieuze smak. Maar er hing aan die proef wel een geurtje. Ik blijf zeker in de kak. De derde week is nu gedaan. Connie, die moet nu gaan. Is gedaan. Connie kon niet wachten en ging hier uit de bol. Maar ze is dus niet de mol. De volgende dag kreeg men een leuk outfitje. En maakte men samen een rustig ritje. S'avonds was er een proef met een enorme inzet. Dus Connie nam snel het tv-bakje. En ik heb hem afgezet. Heel erg sportief. Dat is Connie. Want ze wou ook graag pompen. Maar ze kon niet. Ze zorgde voor haar rij tot het laatste moment. En dankzij haar weten we, 1 op 8. 12,5%. Connie die ontmaskerde Matteo. En reist altijd rond met... een Casio. Het stomste is, we gaan nooit weten van waar ze afkomstig is. And where you from? I don't give a shit, Connie. De derde week is nu gedaan. Connie die moet nu gaan. Amai. Connie kon niet wachten en ging hier uit de bol. En ik ben dus niet de mol.